Hey maat. Oké, lekker. Er zit geen LSD in, hoop ik. Proost. Ik ben Martin, ik ben een schrijver en ik ben hier om te praten over mijn favoriete goede films. Een goede film is een horrorfilm en dan het liefst niet zo subtiel, maar meer lomp en grof en goor en met vliegende ledematen en spetterend bloed, overal. Ik hou ervan als een film zo heftig is dat ik wel eigenlijk gedwongen word om intense dingen te voelen en ervaren. En bij heel veel horrorfilms, vooral als het gaat over supernatural geestenfilms, dan zijn het hele subtiele dingen zoals er gaat een keukenkastje open en dicht. En dat is het dan. En dat doet nooit zoveel met me. Ik wil gewoon dat het keukenkastje tegen iemands schedel kraakt en dat die schedel open gaat en dat er hersens in de camera vliegen. Ik hou wel van een goed budgetje erbij, ja. Maar het hoeft niet per se. Ik ben ook echt dol op hele oude horrorfilms. Dan zien we dat het goedkoop is en dan dat werkt gewoon alsnog. Het fijnste is toch wel om een horrorfilm in de bioscoop te kijken, omdat je niet naar buiten kan, je kan het niet op pauze zetten, het is donker. Dus je bent echt gedwongen om in die sfeer te blijven. En zelfs als het naar wordt, kan je niet even uit het raam kijken om naar de vogeltjes te kijken. Het was zo'n voorstelling om 10 uur 's avonds en er zitten heel veel tieners in de zaal die op date zijn of met hun vrienden daar zijn om te rellen. En dan zijn ze vaak dingen aan het roepen naar het scherm. Dat doen ze denk ik ook omdat ze de spanning eigenlijk niet aankunnen en zichzelf gemakkelijker laten voelen door een beetje onrustig te worden. Op een gegeven moment in deze film kwam er een hond in beeld en toen riep iemand heel hard SLET! En toen moest ik heel hard lachen en ik moet daar nog steeds heel hard aan lachen als ik eraan terugdenk. Ik word niet meer bang van horrorfilms, maar ik kan me wel nog heel ongemakkelijk voelen bij bepaalde films. Ik voelde me bij Climax heel erg ongemakkelijk bijvoorbeeld, omdat het zo vol was met beelden die ik eigenlijk herken uit het nachtleven. Zo van, oh ja, ik loop ook wel eens door zo'n donker gangetje en dat de verlichting slecht is en dat ik me niet goed voel. En dan, ja, dan voel ik me wel naar, zo van, oh wat verschrikkelijk, dit is gewoon iets wat daadwerkelijk gebeurt of kan gebeuren. Het gaat over een dansschool met een groep mensen die hun tour aan het voorbereiden zijn. Omdat de repetitie goed is afgerond, gaan ze een feestje vieren. En dan is er een enorme schaal met sangria. En daar gaan ze allemaal van drinken. Maar op een gegeven moment beginnen mensen zich niet meer zo goed te voelen. En mensen beginnen een beetje te flippen en agressief te worden. En de sfeer slaat om. En het is geen fijne rit, maar daardoor eigenlijk een fijne rit. Ik vind claustrofobie een heel eng thema binnen films. Dat weet mij goed te raken altijd. Een film waarin dat heel duidelijk merkbaar is, is The Descent. 6 vrouwen die in een grot afdalen. En dan stort er een gangetje in en raken ze vast in die grot en kunnen ze geen uitweg vinden. En dat is op zichzelf al heel eng en claustrofobisch. Maar toen kwam er ook nog eens een twist achteraan die ik niet zag aankomen. I don't know. What do you mean you don't know? There's no breeze. It could be any one of these tunnels. Take your pick. Oh, oh fuck it. Hello! Please. Is there anybody there? No. Hello! De eerste keer dat ik met horror in aanraking kwam was door Alien. Dat er een monster in je borstkas rondkronkelt en dan op een gegeven moment besluit dat hij naar buiten wil. En dan niet een subtiele uitgang kiest zoals de anus of de mond, maar gewoon besluit, bam, ik wil door die borstkas heen, maakt me niet uit dat jij dan overlijdt. Dat vond ik heel sick vroeger en dat is me ook altijd bijgebleven, dat eerste moment. Ah! Ah!
ik heb ook wel een speciale plek in mijn hartje voor de eerste film die ik in de bioscoop zag. Of nee, wacht. De eerste film die ik in de bioscoop zag was De Reddertjes in Kangoeroeland. Dat is niet zo'n hele goede horrorfilm. I'm here to help you. Easy, easy. Maar de tweede was Jurassic Park. En dat vond ik ook fucking eng als kind. Die angst staat me ook altijd nog een beetje bij. Ook omdat het in een bioscoop was. En altijd als ik die nog terugkijk, dan voel ik die angst van vroeger weer. Maar L'Intérieur is een van mijn favoriete horrorfilms, omdat die lompheid in die film is zo groot. Het is ook een heel simpel plotje. Een zwangere vrouw, hoogzwanger, is alleen thuis. En er komt een vrouw, een andere vrouw, haar belagen thuis. Want ze wil die baby hebben. Dus ze gaat met een mes door dat huis achter die vrouw aan. En ze wil koste wat het kost die baby uit haar buik snijden. Er is één scène, dan is de zwangere vrouw is in de badkamer, heeft zich opgesloten. En die vrouw die haar baby wil hebben, die staat dan voor de badkamerdeur. En dan staat ze zo, bam, bam, bam. En dan moet ik wel om lachen, ja. Als ik in de bioscoop in zo'n situatie zit, dan ben ik wel de enige die lacht, ja. Maar het ligt er ook aan met welke vrienden ik ben, want ik heb ook vrienden die precies hetzelfde soort horrorhumor hebben als ik. En dan zijn we met z'n drieën aan het gillen van het lachen. Als je een beginner bent op horrorvlak en je wil je verdiepen in het genre, dan is het misschien handig om te beginnen met horror van Sam Raimi. Die zijn wat luchtiger en er wordt wel veel bloed vergoten en er vliegen wel ledematen door de lucht, maar het is niet... Ik denk dat je het niet per se spannend of eng of dreigend kan noemen. Het is meer lachen. Drag Me to Hell. Dat is ook een van mijn favorieten. Let me help you. No, no, I've got it under control. Oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god. Stop it. Later. Ik kan alles aan. Ik hoef niet mijn handen voor mijn gezicht te doen. Nee. Gewoon, breng het. Ik ben helemaal afgestompt.